mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik testen of zo'n ghost app, die zeg maar beweert geesten te zien, zo'n app, weet je wel, of dat ook echt zo is. Dus vandaag gaan wij dat even testen. Oh ja, we moeten trouwens deze richting op. Dat ding roept van alles, ik snap er niks van. Zelf vind ik het de meest waardeloosste app ooit, terwijl zelfs mensen ervoor betalen, zag ik. Ik snap er echt helemaal niks van. Ik bedoel, kijk dan. Ze zeggen altijd bij die apps dat toch als het donker is, dat je het meeste ziet. Dus we gaan naar een donkere plek en kijken of er dan eens wat te zien is. Wow. Oh, hij zegt nu dat hier één is. Maar dat is de camera. Dus dat is niet zo. Nou, ik moet zeggen jongens dat deze app één grote scam is. Ik bedoel, hij zegt nu dat hier wat is. Maar ik zie niks hoor. Ik weet niet wat het is. Dus ik ga nog één poging doen bij een bos en kijken of we dan wat zien. Dus komt hij maar mee. Nou, hier moeten twee geesten zijn. Dus het blijkt gelijk effect te hebben. Maar de app zegt dat hier een geest moet zijn. Dus ik zou zeggen, kijk maar rond. Ik zie namelijk niks. Bij deze is de conclusie dat deze app gewoon scam is. Dus ik raad jullie niet aan deze app te downloaden. Want het is bovendien geldverspilling. Want je hebt dus apps die kosten gewoon geld. En ja, moet ik ervan zeggen. Voor je deze video leuk, abonneren, like als je wil. Eén ding zeggen, dat is doe je. Oh ja, en trouwens, ik heb met mijn nieuwe camera setup gefilmd. Dat heb ik nu namelijk. Dus laat in de reacties weten als je het mooi vond of niet. Of ja, wat dan ook. In ieder geval, houdoe.